Uw aandacht voor een bekendmaking van de Wegenautoriteit. De Wegenautoriteit brengt onder uw aandacht dat, in verband met het herstellen van een verzakking als gevolg van duikenlekkage op het asfaltdek van de Indira-Gandhiweg, ter hoogte van EBS-mast PW 219 voorbij de Palisadeweg werkzaamheden uitgevoerd zullen worden ter plaatse. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal de weg gedeeltelijk afgesloten worden. Voertuigen met een gewicht groter dan 4 ton zullen niet toegelaten worden. De werkzaamheden vangen op donderdag 4 april 2019 aan om 9 uur ochtends en zullen 5 dagen in beslag nemen, naar gelang de weersomstandigheden gunstig zijn. Aan de weggebruikers wordt gevraagd rekening te houden met het bovenstaande en de instructies van de verkeerspolitie en het vlaggenpersoneel stipt en strikt op te volgen. De Wegenautoriteit stelt alles in het werk om het ongerief zoveel als mogelijk te minimaliseren. Paramaribo, 25 maart 2019, namens de directeur van de Wegenautoriteit, mevrouw G. Jozefzoon.